Deze screencast wil ik je laten zien hoe je met behulp van het gratis Bluefire Reader, een applicatie voor je iPad, in staat bent om elektronische boeken die voorzien zijn van Adobe DRM te lezen. Nou, zo ziet uh, de Bluefire Reader eruit. Maar we gaan eerst even uh, naar een plek waar je een elektronisch boek kunt kopen. Uh, dit voorbeeld uh, laat ik zien hoe dat gaat via bol.com. Daar kun je elektronische boeken kopen, hier bijvoorbeeld uh, een nickname. En zodra je het gekocht hebt, zodra je het betaald hebt, kun je het downloaden. Nou, Dat wijst zichzelf. Je gaat naar de download. Heel belangrijk: Bob.com legt uit dat om die boeken op je PC te openen, je een stuk software moet installeren. Voor de meeste mensen, en zeker als je gewoon dit wil lezen op de iPad, zul je gebruik maken van Adobe Digital Editions. Klik op die link, installeer de software en als je dat nog niet gedaan hebt, zul je een Adobe ID moeten aanmaken. Dat bestaat uit je. Uh, E-mailadres wat je invult en een wachtwoord. Die twee moet je goed bewaren, want die heb je vaker nodig als je die elektronische boeken wil lezen. Ik ga het installeren niet helemaal laten zien, uh, dat wijst zich redelijk vanzelf. Als je het boek downloadt van Bol.com, nadat je Adobe Digital Editions geïnstalleerd hebt staan, zal dat boek geopend worden in Adobe Digital Editions. Je ziet hier, dat is hetzelfde nicknameboek wat je net zag. En ik kan het openen en ik kan het hier. Lezen. Nou, het is natuurlijk mooi dat je op je PC kunt lezen, maar het ging erom dat je het op je iPad wil kunnen lezen. Nou, nadat je die boeken gedownload hebt van bol.com en geopend hebt in Adobe Digital Editions, zijn ze ook als bestand beschikbaar op je computer. Um, dat bestandje vind je uh, in mijn documenten en daar zit een map My Digital Editions. Het zou kunnen zijn dat het bij jou net op een andere plek zit. Maar er is ergens een map op je schijf die heet My Digital Editions. In mijn geval zat die onder uh, mijn documenten. En daar zie je een uh, bestandje staan dat .epub als laatste heeft. En meestal zul je in de naam kunnen zien welk boek het is. Nickname was de titel van het boek. Het bestandje heet dus ook uh, nickname.epub. Nou, dit bestandje moeten we nu op de iPad krijgen. In de Bluefire Reader. Er zijn een aantal mogelijkheden, maar omdat dit een uh, filmpje is gericht op uh, mensen die dit voor het eerst doen, zal ik even een heel makkelijke laten zien. Uh, als je je iPad aansluit op je computer, dan zal iTunes geopend worden en dan wordt daar de iPad getoond. Nou, hier heb ik iTunes met daar een iPad. En als je Bluefire Reader geïnstalleerd hebt staan op je iPad, dan zal die ook zichtbaar zijn. Als je op tabblad apps klikt. Dan moet je even naar beneden scrollen. En dan zie je hier een aantal programma's staan. Dit zijn alle programma's die via iTunes uh, bestanden kunnen uitwisselen op de iPad. Je ziet, ik heb er een aantal staan. En de bovenste is toevallig Bluefire Reader. Je ziet, hier staan 1, 2, 3 boeken. En dat zijn niet toevallig ook de drie boeken die ik al op de iPad in uh, Bluefire Reader had staan. Nou, wat ga ik nou doen? Ik wil Nick neem er ook bij hebben. Dus ik pak het bestandje er even bij. En ik sleep een kopie naar het lijstje met bestanden wat al uh, stond, in de Bluefire Reader documentoverzicht. Nou, je ziet ook, nu gaat het goed. Hij wil hem kopiëren. Ik klik. En nu staat hij erbij. Als je heel goed opgelet hebt, zag je dat iTunes heel snel even uh, begon te synchroniseren. Hij heeft dus nu het bestandje direct overgezet naar de iPad. Um, ik moet op het iPad even de Bluefire Reader afsluiten en opnieuw openen. Dat heb ik nu gedaan. En je ziet dat hij dan um, de library weer opent. Als ik nu op het bestand klik, dan zegt hij Access is denied to this item. En dat komt omdat ik ook in Bluefire Reader uh, mijn Adobe ID en wachtwoord moet invullen. Dat doe ik door beneden in de balk, ik zal je naar nou beneden scrollen, hier op. Info te klikken en dan opent zich een scherm waarbij je hierboven ziet staan Enable Adobe E-Books en dan kan ik op de Authorize knop klikken en dan krijg ik een venster waar ik mijn Adobe gebruiksnaam moet invullen. en Je zult me vergeven dat ik dit even blur in het filmpje en dan moet ik mijn wachtwoord invullen en ook dat wordt even geblurred. Ik klik op continue. zeg zegt nu authorizing. En als nou alles goed gaat. Ja, dan zegt hij authorizing successful. We hope you enjoy Blue Fire Reading. Je ziet nu ook dat this app has been authorized. En daar staat dan je wachtwoord of je gebruikersnaam achter. Als je nou terug gaat naar de library en dan weer probeert om het boek te openen, dan zie je dat hij dus nu het boek Probleemloos opent, en nu kun je dus ook uh, dit gekochte boek lezen in Bluefire Reader op je iPad. Nou, dikke vijf minuten, dus zo makkelijk is het om het voor elkaar te krijgen. Tot zover.